Het is vandaag weer tijd voor mijn opgemaakte producten van de afgelopen maand van juni. Even kijken, het is redelijk wat, dus laten we maar gewoon snel beginnen. Als eerste shampoo, de André Lon Kokos Boost. Geeft luchtig volume aan fijn haar. Dat is deze. Ik vind het op zich een fijne shampoo, maar ook weer niet heel spectaculair. Ik moet niet zeggen dat mijn haar meteen poef de lucht in stond. Ik vind de geur fantastisch. Echt heel lekker naar kokos. Alleen, ik ben een beetje bang voor wespen. En in de zomer zou ik dit echt nooit meer aan doen. Niet dat wespen nou per se op kokos afkomen. Is meer een mentaal dingetje. Dus ik vond hem fijn. Maar ik blijf toch meer fan van mijn John Frieda shampoo. Dan een scrub. Dit is de Kiehl's Pineapple Papaya Facial Scrub. Die heb ik ooit cadeau gekregen. Echt een super fijne scrub. Deze heeft abrikozen zaadjes. En dat vind ik altijd heel, om een of andere reden reageert mijn huid daar heel goed op. Ik vind het echt een heerlijk product. En ik heb geen idee hoe duur die is, maar ik zou hem zo opnieuw kopen. Hij is ook helemaal niet te hard voor, te grof zeg maar voor je gezicht. En ook voor de droge huidjes. Ik kan hem best wel twee keer in de week gebruiken, omdat hij best wel... Ja, hij is echt, hoe zou ik het zeggen, hij voelt gewoon heel een soort van jellerig aan. Maar niet op een uitdrogende jellerige manier, maar juist een beetje een voelende jellerige manier. Het is echt een heel fijne scrub. De Rituals Sensation Organic Rice Milk and Cherry Blossom. Dit is een van mijn favoriete lijnen van Rituals. De groene lijn, de Tao de Huppleflup, die vind ik ook heel fijn. Deze is net wat... frisser. Maar ik vind ze allebei heel lekker. Ik denk dat de groene net iets meer favoriet is. Maar deze is echt close call. Ik vind ze allebei heel lekker. En ik hou gewoon van die douchschuimen. En ja, het voelt toch als een soort van verwerderij als je dat aan het gebruiken bent. Dan, met pijn in mijn hart, de Anastasia Brow Wiz. Daar komt gewoon niks meer uit. Ik heb alweer een nieuwe gekocht. Waar heel stom dit meteen van afbrak. Dus heb ik moeten lijmen. Maar dit is de Brow Wiz van Anastasia in de kleur Taupe. Super fijn, heb ik nu ook op. Heb ik eigenlijk altijd op mijn wenkbrauw de laatste maanden. Dan mijn geliefde face wash. Heb je al heel veel vaker voorbij zien komen. De Estée Lauder Perfectly Clean Multi Action Foam Cleanser en Purifying Mask. Super fijne cleanser. Ik merk het echt als ik deze en mijn toner van Estée Lauder niet gebruik. Dat ik sneller onzuiverheden krijg. Ik vind het heel fijn spul. Je hebt er nu ook een voor de droge huid. Deze is voor de normale gecombineerde huid. Je hebt er nu ook een voor de droge huid. Maar ik durf niet over te stappen omdat ik deze zo fijn vind. Ik zou op zich wel beter eentje voor de droge huid kunnen gebruiken, denk ik. Maar I love it. Maar mocht je hem gebruiken voor de droge huid, let me know wat je ervan vindt. Ik ben heel benieuwd. Nou, dit zie je echt zelden in mijn filmpjes. Maar parfum. Dit is de Lancôme La Vie Est Belle. Mijn favoriete, of dit is Sven's favoriete parfum en een van mijn favorieten. Ik hou ook heel erg van de Romance van Ralph Lauren. Dat is gewoon mijn signature geur eigenlijk. Maar deze draag ik nu al een hele tijd. En, oh, zo lekker. Ik kan heel slecht geur omschrijven, maar ik zou zeggen zoet, warm, bloemig, iets in die richting. Maar ik vind het flesje ook heel mooi met die vleugeltjes. En het is echt, echt een hele fijne geur. En ik heb alweer een nieuw gekocht, want ik kan niet zonder. De Vaseline Spray and Go. Hier ben ik dol op. Dit is gewoon lekker snel, makkelijk, plak niet. Zeker als het warm is, flop flop. En dan is het ook nog een soort van verfrissend. En echt, echt heerlijk spul. Zelfs voor mijn hele droge huid is dit helemaal prima. Wat ik nu ook vaak doe is na het douchen me insmeren met, helemaal met babyolie terwijl ik nog nat ben. En dat werkt ook heel fijn. En dit is meer als ik even snel chop chop haast heb. Of als ik al afgedroogd ben denk ik, oh ja, ik had me nog in moeten smeren. Dan, deze komt uit Frankrijk. Dit is het Neutrogena Visibly Clear 2-in-1 face wash. En ik had mijn Estée Lauder Perfectly Clean niet bij me op vakantie. En ik merkte dat de face wash die ik bij me had niet zo heel erg fijn werkte. Dus ik dacht, ik ga naar de supermarkt. En daar hebben ze altijd enorme, in die Franse supermarkten van die mega dingen hebben ze altijd van die enorme grootschappen. Ook met beauty. Waaronder dus deze. En ik dacht omdat dit ook... 2-in-1 was. En die andere heet Perfectly Clean. Deze heet Visibly Clean. En dit is ook een masker en een gezichtsspul.
Dus ik dacht, weet je, ik ga hem gewoon proberen. Hij is van Neutrogena. Ik vond hem fijn. Hij verslaat niet Estée Lauder. Maar ik heb hem daarna nog heel erg gebruikt. Omdat ik vaak, als ik mijn haar met shampoo heb gewassen, was ik ook nog even mijn rug. Omdat ik merkte dat ik, als ik dat niet doe, zeker na maskers of zo, dat ik toch sneller pukkeltjes op mijn rug krijg. Dus dan was ik het daarna even af met zo'n face wash. En dat werkt eigenlijk heel goed. Dan, deze heb je ook wel heel vaak voorbij zien komen. L'Oreal L5 Total Repair Extreme. Tandpasta, Sensodyne. Dit is Repair and Protect the Whitening. Maar de whitening, de gewone whitening, vind ik fijner. Weer een Hema handzeepje. Ik weet niet waarom ik zo, zo hang. Kruidvat, wattenschijfjes. En dan, even kijken, de rest is van Sven. Twee Weleda tandpasta's. De Calendula en de Saline. Helemaal in de organic zooi. Twee Nivea Deo's. En Nivea Sensitive Toestel. En Jordan Tin tandenstokertjes. En dat is het. Dat is alles wat we hebben opgemaakt de afgelopen maand. De maand juni. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Ik wil jullie in ieder geval weer heel erg bedanken voor het kijken. Laat me vooral weten welke face wash jij fijn vindt. Of je misschien ervaring hebt met de Estée Lauder Perfectly Clean. Maar dan die voor de droge huid. En laat me weten welke favoriet je hebt opgemaakt. Dat zou ik heel leuk vinden om te horen. Hieronder in de comments. Duimpje omhoog als je het filmpje leuk vond. En vergeet je niet te abonneren als je nog niet geabonneerd bent. Dat zou ik super leuk vinden. En dan hoor je altijd wanneer ik een nieuwe video online heb staan. En dan wil ik jullie een hele fijne dag wensen. En ik zie jullie snel. Doeg! Niet alleen maar voor mama's. Ik had nooit verwacht dat ik dit boek zou kopen. Dat moet ik ook even bijzeggen. Maar...